Nou, zoals je kan zien, ziet het gazon er redelijk goed uit. We zijn vandaag 9 juni. Ja, het weer is eigenlijk ideaal voor het gras, dus het groeit hartstikke goed. We hebben het gisteren gemaakt. Eindelijk hebben we lekkere temperaturen, 25 graden, s'avonds nog steeds. Dus ik ga eerst even de barbecue aansteken. En dan laat ik je een paar problemen zien die op dit moment in mijn gazon bezig zijn. Nou, dit is een Bastard Urban Large. Fantastische barbecue, echt. Ik heb nog nooit zo'n goede barbecue gehad. Natuurlijk, dat koop je niet in elk tuincentrum, maar ja, als je een beetje barbecue fanaat bent, dan weet je waarschijnlijk waar ik over praat. De smaak die je hiermee kan krijgen is fantastisch en ook dingen zoals pizza's is ideaal. Ribbetjes 7 uur lang laten roken, je kan zalm erin roken, noem het maar op. Als je een beetje van lekker eten houdt, dan kan deze zeker niet ontbreken in je tuin. Het zijn wokkels. Mijn favoriet om aan te steken stinkt niet naar de benzine. Het is gewoon een soort van, ik denk een houtschaafsel met een hele neutrale wax. Ik fik ze 2 aan. Zoals je achter me kan zien is het gazon al best wel mooi. En ik ben ook op zich best wel tevreden, want het is nu... Het heeft lang geduurd in het voorjaar voordat de temperaturen een beetje op peil waren. En we zijn nu 9 juni en ik geloof dat we pas echt een beetje deftige temperaturen hadden vanaf half mei. Dus ja, de laatste 3 weken moet ik zeggen is het wel echt... Groeit het gras ook echt gangbusters, niet normaal. Ik heb nog een beetje springbooster op gedaan vorige week. Ja, en ik moet het eigenlijk elke 3 dagen maaien, want dan zie je het verschil. Hey, er zit hier geen sproeinstallatie in de grond en dit stukje heeft dus, ik denk dat dit 4 weken later is ingezaaid. Dus ik laat het gewoon nog ook wat langer groeien, maar je ziet als je van bovenaf kijkt, zie je dat het gewoon nog lang niet dicht is gegroeid. Terwijl als je hier kijkt, dan zie je dat het al echt, ja, echt een stuk beter eruit ziet. Sowieso bij een nieuw gazon heb je altijd dat het eerste seizoen en zelfs na het tweede seizoen, dat het gewoon, ja, als je van bovenaf kijkt, dat het er wat dunner uit zal zien. Dat zou ik in de eerste winter best wel wat uitdunnen. Omdat de eerste winter moet het, zeg maar, heeft het ook wel nodig om eigenlijk een soort van de grasplantjes die de winter overleven, die zijn zo sterk dat ze daarna gewoon winter na winter overleven. Dus het is een soort van filterproces, survival of the fittest, om het zo maar te noemen. Bij het inzaaien, er is hier een voeg in het terras. Die is helemaal, ja, ik weet niet of dat het door de warmte is gekomen of wat. Maar die is helemaal open. Prachtig gras is staan. Dus ja, nou, dat is op zich een probleem. Dat is gewoon een keer op de knieën gaan en het eruit halen. Zijn restanten van onkruid? Dat is wel echt een nadeel als je een nieuw gazon gaat inzaaien in de lente. De onkruiddruk is echt enorm hoog. En ja, het is wel grappig, want ik heb het op 2 verschillende manieren gedaan. Achteraan heb ik zeg maar, ja, een beetje het meeste genurtured. Omdat, ja, dan zit je gezellig in je tuinset en dan weet je toch wel tegen een beetje mooi gras aankijken. Althans ik. Dus ja, de voortuin, dat maakt me iets minder uit. Dus heb ik iets andere tactiek toegevoegd. Maar zoals je kan zien, boterbloem. Het is nu ongeveer een weekje geleden dat ik het met een... En dat was een onkruidbestrijdingsmiddel en het was echt selectief voor ingezaaide gazons. Dus je nieuwe gras kon er wel tegen. Het was geloof ik van Duxam. Wat heel belangrijk is als je überhaupt onkruid wil spuiten en je hebt een nieuw gazon, dan moet het voorbij de derde bladfase zijn. En dat is eigenlijk, ja, als je dus 1 plantje uit de grond zou trekken of ergens aan de zijkant, haal je hem eruit, dan moet hij ondertussen al vanaf de schacht, moet hij al 2 keer zijn gestoken en dan een derde bezig zijn. En ik hou er zelf van om te wachten totdat hij 4 keer vertakt is, dezelfde plant. Dan is hij zeg maar sterk genoeg om dat te overleven. Staat ook altijd goed op de onkruidbestrijding die je gaat gebruiken. Onkruid in een jong gazon, dat ontstaat ook omdat je geeft water voor je gras. Je wilt dat je gras gaat kiemen. En daardoor krijgt ook best veel onkruidzaden die in het gazon liggen. Of in de bodem, net op 1 centimeter, 2 centimeter. Die net de ideale omstandigheden krijgen, ook omdat ze gewoon lekker veel water krijgen. Ja, en dan gaat het ook gewoon kiemen. Dat niet alleen, je krijgt ook gewoon vogels. Die eten bij de buren lekker,
een bijtje op en dat bijtje, dat had weer een pol van een onkruid. En ja, voor je het weet gaat het via uitwerpselen, komt het hier via, althans van de vogels, hun uitwerpselen. Die dragen ook gewoon onkruid mee. Hierachter is het iets dunner, zoals je kan zien. Hier heb ik, toen het is ingezaaid, heb ik de sproeier. Die heeft, ik denk echt 3 of 4 keer in het begin, zonder dat ik het door had, heeft hij staan sproeien. Of althans, niet goed staan sproeien. Dus hij stond niet goed afgesteld. Sproeiles, want je ziet gewoon dat het iets dunner is. Dus dat vind ik wel jammer. Ik ga wel, ik denk van de week ga ik het een beetje een mengsel maken met turf en zand. En een beetje graszaad, hetzelfde graszaad. Om het een klein beetje bij te zijn. Want ja, het zijn wat de grotere plekken. Misschien dat het hier ook nog een beetje bij komt. Ja, dan hierachter nog een geval van een slecht afgestelde sproeier. Dit is gewoon letterlijk. De ene sproeier kwam tot daar. En de andere sproeier die kwam zeg maar net zo. Waardoor dit stuk in het midden, voordat ik het wist, de geest heeft gegeven. En dat begint eigenlijk zo. En ik zie het nu ook weer hier al. Ik moet hier ook op letten. Het wordt een soort van eerst een wat doffer groen. Ja, een soort van doffer groen. Kijk, als het normaal gewoon mooi gezond gras, dat ziet er zo uit. Het krijgt een wat doffere kleur. Nou, voor je het weet is het door. Hier kan je niks meer mee. Dat is, of dat kan je wel wat mee. Het is gewoon opnieuw bijzaaien. Maar ja, ook dat vormt weer een uitdaging in juni. Dus misschien is het iets wat ik gewoon laat. En dat is dan in het najaar gewoon weer bijzaaien. Hier, hetzelfde verhaal. De sproeier loopt zo. Ik heb nu vannacht even de meter gezet. Nou, als we kijken naar de meter, hij krijgt 2 mm. Dat is niet genoeg, want ik sproei niet elke dag. Ik sproei om de dag. Dus ja, dat is niet genoeg. Dus ik probeer die plek ook s'avonds een beetje bij te sproeien. Hopen dat het overleeft. Maar ja, ik kan niet meer sproeiers zetten, want de druk is maar zo hoog. Dus ja, een extra sproeier erop zorgt ervoor dat het systeem niet meer werkt. Dus ja, dit is nu gisteren gemaaid. Ik moet wel zeggen, ik had het zaterdag, we zijn nu woensdag. Ik had het zaterdag gemaaid en bemest. En ja, daarna is het gewoon een paar goede onweersbuien gehad met goed wat regen. En dat natuurlijke regenwater, dat is echt super goed voor je gras. En toen is het toch gewoon een partij vertrokken, joh. Niet normaal. En ja, ik merk dat het gisteren eigenlijk al iets te lang was, want zoals je kan zien is er hier en daar steken er gewoon best wel wat hoge sprieten tussenuit. Ik maai met de kooimaaier en de kooimaaier die maait eigenlijk het gras pas goed als het op 2,5 centimeter is. Dus als het eigenlijk daarboven komt dan heeft hij moeite om het te knippen en dan heb je van die sprietjes gras die overblijven. Dus ik denk dat ik heel even ga kijken hoe warm dat de barbecue is. Of dat hij al een beetje goed vertrokken is. Dan gooi ik de rips erop. En dan denk ik dat ik heel even ga maaien. Maar ik ga maaien met de handmaaier. Want ik heb gewoon een klein duwkooimaaiertje. En die zorgt ervoor dat al die lange sprietjes gewoon worden meegenomen. Die knipt dat juist wel goed. Die knipt maar tot 2 centimeter. Dus die gebruik ik dan om al die... deze yoghurts. Die gemist worden door de maaier. Om die een beetje bij te benen. En dan kan ik in principe morgen weer gewoon aan de slag met de kooimaaier. Ik moet wel zeggen, het begint er goed uit te zien. Want ik had gisteren zelfs een paar mooie strepen. Kijk, ik denk, misschien kan je het op de camera minder goed zien. Gisteren hier begonnen nog aan een dubbel. Of althans, ik had eerst zo gemaakt en daarna nog een dubbel. Om ervoor te zorgen dat het overblijfsel beter gemaaid wordt. En ik ga het vandaag eens even met het kleine maaiertje. Kijken wat dat doet. Het is ook meer een beetje een therapie-maai-sessie. Gewoon lekker even. Het is een lekkere zomeravond. Lekker rustig en ik begin de barbecue te ruiken. Dat je het gras gelijk kan knippen, dus door middel van een kooimaaier, het is een mooier het resultaat. Het ziet er gewoon echt gaaf uit. Ik weet niet of je het goed op de camera kan zien, maar als je het een keer in het echt ziet, dan het ziet er gewoon super echt gaaf uit. En dat doet ook al gewoon veel. Ik heb lang genoeg gepraat. Ik denk dat hij bijna klaar is. Oeh, moet je kijken. Een paar groene asperges, ribbetjes, klein aardappeltje, tomaat mozzarella en nog wat avocado. Mijn avond kan niet meer stuk. Bedankt voor het kijken. En abonneer je zeker op het YouTube kanaal. Want ik vind het heerlijk elke avond een beetje buiten komen. En ik zie jou volgende keer weer in de tuin.